Ja, wat ik had kunnen vertellen van Jean geldt natuurlijk ook voor u. Riki van Kasteren, uit de Schutsboomstraat. U collecteert ook al 40 jaar voor het KBF. Als er in de eerste volle week van september in de Schutsboomstraat aangebeld wordt, dan weten ze het al. Riki, die staat met de bus voor de deur. U heeft een ijdele, of tenminste een behoorlijke goede doelstelling, want uw voornemen is om te proberen ieder jaar meer geld in die collectebus te stoppen dan het jaar ervoor. Sinds 2001 collecteert u niet meer alleen, maar doet u dat samen met uw man. Maar u krijgt het bedankje, want u bent 40 jaar collectant. Hij moet het nog een beetje leren. Hij kijkt natuurlijk af. Hij kijkt het een beetje af van hoe het moet zijn. Ja. Ook u wil het KWF bedanken voor uw trouwe inzet en krijgt u dit mooie, terechtverdiende bronzen beeldje. Ja, 40 jaar. Dat is natuurlijk al een hele tijd. Maar ik vind 12,5 jaar ook al een hele tijd. Want het houdt in dat je 12 jaar lang rondgaat met die collecte dus. En ik wil beginnen met mevrouw Lizoen Broeren uit Voeren, uit de Heijheuvel. Jouw is prima. Uit de Heijheuvel. Ja, de laatste tijd of enkele jaren gaat u al met de bus rond in de Lauwstraat. En daar doet u uw verhaal van hoe belangrijk het is om bij te dragen in het onderzoekwerk van het KWF. Het bestuur en KWF is u daar zeer dankbaar voor en wil aan u het symbool overhandigen van de kankerbestrijding, en dat staat achter u, de krab. En gelet op het feit dat u 12,5 jaar collecteert, krijgt u het zilveren krabspeldje. En dat spelt ik graag bij u op. Het is een mooi speldje. Ja. Dan ga ik naar de tweede, die 12,5 jaar collecteert. Ben van der Kamp, uit de Bossenstraat. We kwamen zojuist, komt u maar even erbij staan. Zojuist bij het koffiedrinken, kwamen er even, dus maakte ik even een praatje om te vragen van, ja, wie is de jubilaris? Er werd erop gezegd, ja, maar wij weten niet hoe lang we nou eigenlijk collecteren. En dat is denk ik een hele goede zaak. En u gaat steeds in de Bossenstraat, gaat u met de collectebus. En ik heb me laten vertellen dat u ook steeds maakt dat er goed gevulde bus wordt ingeleverd. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, dan ben je natuurlijk wel afhankelijk van de mensen die geven. Dus het zegt niks van hoeveel je ophaalt. Maar kijk, het ligt er natuurlijk wel aan of je nog een keer teruggaat als de mensen niet thuis zijn, ja, want dan heb je meer kans. En als je dat nog eens een keer extra doet, dan weet je zeker dat er iets meer in komt. U heeft in ieder geval een steeds goed gevulde bus. Oh ja, daar hoop ik. Hartelijk dank. Hartelijk dank namens het KWF en het bestuur voor uw inzet. En u krijgt ook dat mooie zilveren krabspeldje. Dat ga ik bij u opspelden. Dan is het ook geen opoffering geweest. Nee, het is goed dat je komt. Van harte gefeliciteerd en dank. En gaat u door. Ja, ik ga altijd. Het is hard nodig. Ja. Dan Didi Kouwenberg. Uit de burgemeester Schouderstraat. Ja, sinds 1994 bent u collectant voor het KWF. En laten we eerlijk zijn, het collecteren dat valt niet altijd mee. Steeds maar aanbellen en één is enthousiast, anders het hangen hier,
En de andere gooit misschien de deur dicht, maar u doet, dat valt wel mee, ben je in de wijk? Nou, dat is dan toch prettig. Hartelijk dank, namens de KWF en het bestuur. Ja, en ik zeg steeds deze twee, maar natuurlijk ook namens het gemeentebestuur. Want wij waarderen het enorm dat er vrijwilligers zijn in onze gemeente. En dat er mensen zijn die willen collecteren voor het goede doel. En u bent daar een van. Ja. Van harte gefeliciteerd. En als laatste is mevrouw Riki van Oort uit de Andorre. U bent het vertrouwde gezicht met de collectebus van KWF in de Melden, Bolderik en Andorre. Ja. Voor u is het geen moeite om te doen. U zegt, ik doe dat. En ik doe dat voor het KWF en voor het doel waar naar het geld toe gaat. U bent één van die 120.000 collectanten. Maar u doet het. En daarvoor is het KWF en het bestuur u zeer erkentelijk voor. En voor u ook dat speeltje met het symbool van kankerbestrijding. Met dank voor alles wat u gedaan heeft. En hopelijk nog doet. Jazeker. Dankjewel. Ja, tot slot nogmaals waardering voor u allen, collectant of bestuurslid. U helpt mee kanker te bestrijden. Waardering daarvoor. U zorgt daarvoor als bestuur dat alles rondom de collecte goed verloopt. Want daardoor kunnen de collectanten op pad gaan. En vervolgens zorgt u ervoor dat het geld terechtkomt bij het KWF. En deze kan, dankzij de inkomsten uit de collectes, werken aan het terugdringen van kanker. Hartelijk dank daarvoor. En dit jaar is er opgehaald €4.660.22. Zo, €100 meer dan vorig jaar. Dank u wel, allemaal.